Evelien Dekkers, je bent hier op Speerwerven. Je hebt een aantal jaren in Amerika gezeten. Kun je daar eens wat meer over vertellen? Ja, 4 jaar geleden ging ik voor het eerst naar de Verenigde Staten. En begon ik daar met trainen met mijn coach die hier nu ook is, Steve Lemke. En het eerste jaar begon ik heel goed, maar toen scheurde ik gelijk een ligament in mijn elleboog in. En toen was het dus een beetje einde seizoen. Ik gooide nog wel, maar er kwam niet zo heel veel meer uit. En toen heb ik wel ongeveer 2 jaar erover gedaan om weer een beetje te herstellen. En vorig jaar op Nationals ging het op zich wel redelijk. Ik hoorde daar een PR. En nu afgelopen jaar een beetje gefrustreerd geweest. Maar uiteindelijk kwam wel een mooie worp uit. En 58-99. Ja, want wat presteerde jij bij Nationals dit jaar? Ja, ik werd eerste met 58-99 en ik was al aan de leiding met 54,5, maar ja, dat was, vond ik zelf niet echt winnenswaardig. En NCAA, daar zit je in, hè? Dat is, hoe kun je dat vergelijken voor mensen die eigenlijk weinig weten van die Amerikaanse atletiek? Ja, het zijn de studentenkampioenschappen, maar het niveau is wel misschien niet helemaal vergelijkbaar met de Amerikaanse kampioenschappen, maar dus vooral de sprintonderdelen wel. En het is gewoon daar een heel groot toernooi. Het is een van de belangrijkste wedstrijden in Amerika, denk ik wel. Jullie had 58,99, dus dat was 1 centimeter te weinig voor de limiet. Ja. Wat was het toen met jou? Hoe ging dat bij jou? Ik was natuurlijk wel heel blij, want ik zag hem natuurlijk een heel eind wegvliegen. Maar het was ook het eerste wat ik ging vragen aan de scheidsrechter van, kan je hem nog een keer meten? Want ik ben 1 centimeter er vandaan. Dus Dat kon niet meer, want ze hadden de stok al opgetild. Dus ja, toen was ik natuurlijk nog steeds super blij. En toen dacht ik van ik ben onder de 23. Dus misschien is er nog wel een kans dat ik toch nog mee mag doen. Dus ja. Toen was inderdaad na dit NK bij je geselecteerd. Hoe is dat, wat is dat voor jou om nu naar een EK te kunnen? Ja, wel speciaal. Vorig jaar had ik wel zoiets van, ik ben naar de EK onder 23 geweest. En ze hebben ons verteld, er is een onder de 23 limiet om naar de EK te mogen. Dus dat zou heel mooi zijn. En 57,5 had ik zoiets van, dat is niet onhaalbaar. Maar de 59 had ik niet gedacht dat ik daar heel erg dichtbij in de buurt zou komen. En ik dacht, ik kan het proberen. En we zien wel hoe het gaat lukken natuurlijk. Met welke prestatie zou jij hier tevreden zijn? Wat is jouw verwachting? Ik hoop wel 57 of 58 in ieder geval te gooien weer. Want als tweede prestatie heb ik 54,5. En dan op het NK was eigenlijk mijn derde prestatie ooit gemeten. Ik heb op zich wel goede training en warming-ups gehad. Maar dat telt natuurlijk niet. Dus als ik 57 of 58 meter gooi, dan ben ik wel heel blij al. En wat moet bij jou goed gaan? Wil er een goede worp uitkomen? Ik moet gesloten blijven. En gewoon door blijven lopen. Als ik niet op volle snelheid aankom en ik hou hem niet geblokt, dan scheelt gelijk 5-6 meter. Dus kleine dingetjes die maken grote verschillen. Je bent hier met je Amerikaanse coach, zei je net? Hij zou sowieso al gaan, want mijn teamgenootje die gaat kogelstoten. En hij zei, ik hoop dat je mee mag, want dan kan ik je nog 1 keer coachen. En dat is gelukt. Dus. En nu ben jij nou klaar in Amerika of ga je weer terug? Ja, ik heb als we terugkomen, heb ik nog een examen en dan op donderdag ook nog eentje. En dan ben ik helemaal klaar. Dus. En dan, hoe ga je het doen met die Amerikaanse coach? Ja, dit is de laatste keer. Dus